Eerst en vooral een woordje uitleg over het Archief voor Onderwijs. Het Archief voor Onderwijs maakt deel uit van MEMO, het Vlaams Instituut voor het Archief. MEMO doet verschillende dingen, digitaliseren, archiveren, interactie en kenniswerking. En het Archief voor Onderwijs is een van de interactieplatformen van MEMO. We zijn een audiovisuele online databank met Vlaams materiaal van landelijke en regionale omroepen, culturele en erfgoedinstellingen en vanuit de overheid. Zoals je kan zien hebben wij een hele brede waaier aan contentpartners die via ons platform audiovisuele materiaal ter beschikking stellen van het onderwijs. De toegang tot het Archief voor Onderwijs is beperkt, dus enkele leerkrachten kunnen hier gebruik van maken. Het is dan ook gratis voor leerkrachten en ook voor studenten, lerarenopleiding. Voor het secundair onderwijs bieden wij ook een leerlingenruimte, zodat ook leerlingen secundair onderwijs filmpjes en audiofragmenten die op het Archief voor Onderwijs staan, kunnen bekijken. Het is een platform voor en door leerkrachten. En dat betekent dat ook jij materiaal kan aanvragen om te publiceren op het Archief voor Onderwijs. We werken ook met gedetacheerde leerkrachten en ook met een heel aantal partners. Ik ga u geen basisinformatie over het platform en de werking daarvan tonen. Er zijn heel wat hulpfilmpjes op onze site en daar kan je andere workshops voor volgen. Waar ik het met jullie vandaag over wil hebben, is over de inspiratiepagina die we op het Archief voor Onderwijs ontworpen hebben vanuit de gedetacheerde leerkrachten. Waarop we leerkrachten zowel inhoudelijk als didactisch willen inspireren. Inhoudelijk hebben we ons gebaseerd op de vernieuwde sleutelcompetenties en zijn we per sleutelcompetenties gaan kijken en per bouwsteen gaan kijken welke collecties van de redactie je kan gebruiken om deze sleutelcompetentie, om daarmee aan de slag te gaan in de klas. Dit zijn bijvoorbeeld de sleutelcompetenties die bij de collecties die bij de sleutelcompetentie rond digitale media en toepassingen gaan. En zoals je ziet, is er heel wat materiaal te vinden op ons platform om rond die digitale competenties in de klas audiovisueel materiaal in te zetten. We hebben ook een heel aantal collecties rond mediawijsheid die we samen met onze partner Mediawijs gebouwd hebben. De hoofdmoot van deze sessie gaat gaan over de didactische tips die we ook op ons platform gebruiken. We zijn daarvoor gaan kijken naar het boek Wijze Lessen, om daar een aantal heel concrete lesvormen uit te halen en manieren waarop je audiovisueel materiaal kan inzetten. Er valt veel meer te doen met filmpjes dan gewoon als inleiding gebruiken of als lesopener. We hebben ook samengezeten met een van de auteurs van het boek Wijze Lessen en we zijn gaan kijken van welke bouwstenen zijn relevant om eens te proberen om te vertalen naar ons eigen platform en naar audiovisueel materiaal. De eerste bouwsteen waar we naar gekeken hebben is activeren van relevante voorkennis. Het is heel belangrijk om als leerkracht eerst en vooral te weten welke voorkennis hebben mijn leerlingen en ten tweede om die voorkennis ook te activeren, omdat nieuwe informatie zich beter hecht als die verbonden wordt aan kennis die je al bezit. Het meest bekende voorbeeld is de lesopener. Je gebruikt een filmpje zoals dit fragment uit De Ideale Wereld om eventjes het gesprek aan te gaan met je leerlingen over het lesonderwerp vooraleer je er dieper op ingaat. Maar er zijn nog wel andere mogelijkheden. Flip the Classroom is uiteraard ook heel bekend en ook dat kan met het Archief voor Onderwijs. Je kan voor leerlingen secundair onderwijs een kijk- en luisteropdracht klaarzetten. Dat betekent dat ze van thuis uit of tijdens zelfstandig werk het fragment of de documentaire kunnen bekijken en dat jij in de les meteen verder kan gaan met de verwerking ervan. Ook een belangrijke is foutieve voorkennis of misconcepties opvangen in deze eerste lesfase. Dat kan bijvoorbeeld met dit klaarfilmpje dat door VRT gemaakt is over het verschil tussen klimaat en milieu. Het lijkt me zeer zinvol om het verschil tussen die twee eventjes uit te leggen en eventuele misconcepties daarover op te vangen vooraleer dat je aan je lesreeks over het klimaat begint. Niet alleen kan je audiovisueel materiaal gebruiken om voorkennis te activeren, maar ook voor het luisteren zelf is het zinvol om
te werken aan voorkennis. Ik heb hier een fragmentje geselecteerd uit een aflevering van De Markt over lage rente. Het is nogal een fragment met redelijk wat informatie in korte tijd. Dus het is zeker zinvol om op voorhand eens even na te denken met je leerlingen van wat weten ze al over lage rente. In een tweede fase, wat wil ik nog weten? Dan ga je aan voorspellend luisteren doen. En dan in de derde fase, wat heb ik bijgeleerd? Dat is dan na het luisteren. Ook op vlak van woordenschat is het zinvol om eens eventjes na te denken hoe dat je die kan opfrissen vooraleer dat je het fragmentje beluistert. Ik heb hier de woordjes eventjes op een rijtje gezet. En zoals je ziet, in een kort fragment van een kleine 10 minuten komt er toch best wel wat terminologie aan bod. Misschien heb je die al gezien in de les, misschien ook nog niet. Maar ik denk dat het zeker zinvol is om eventjes op voorhand te gaan kijken welke woorden kennen ze al en welke woorden moeten er eventueel nog besproken worden voor het luisteren. Komen we bij de tweede bouwsteen die we voor jullie uitkozen, namelijk combineer woord en beeld. Vermits we een platform zijn met veel audiovisueel materiaal, is dit voor ons wel een hele belangrijke bouwsteen. Dit is de theorie van dual coding die je daar eens op kan nalezen als je geïnteresseerd bent over hoe dat dan juist werkt in onze hersenen. Het komt erop neer dat je met beelden woorden heel goed kan ondersteunen. Bijvoorbeeld, dit is een voorbeeldje uit een klaar filmpje ook van VRT, waarin dat echt wel heel... Op een heel fijne manier gebeurt. Dat wat er verteld wordt, dat je meteen ook ziet, dat je het ziet gebeuren. In een interview met Tim Surma, een van de auteurs van het boek Wijze Lessen, zegt hij ook van goede combinatie van woord en beeld leidt altijd tot beter leren en dat zal niemand ooit nog kunnen betwisten. Dus dat versterkt ons een beetje in ons idee dat audiovisueel materiaal echt wel heel belangrijk kan zijn tijdens jouw lessen. We hebben op het Archief voor Onderwijs ook best wel wat uitlegbronnen. Uitlegbronnen zijn de explainer-video's. Dat is niet het grootste deel van onze collectie, omdat we met veel bestaand materiaal werken en niet zelf materiaal maken. We hadden het daarnet al over de klaarfilmpjes, maar ook de filmpjes van de Universiteit van Vlaanderen bijvoorbeeld zijn echte explainer-video's. En Zomerschool Vlaanderen heeft ook uitlegfilmpjes voor het lager onderwijs. Die vind je ook terug bij ons. Maar ook het journaal. Dit is een voorbeeldje uit VTM-journaal. Heb je regelmatig meer en meer fragmenten waarin echt iets uitgelegd wordt en waar de uitleg ook ondersteund wordt door beelden. Derde bouwsteen is gebruik voorbeelden. Ook daar kan het Archief voor Onderwijs van pas komen. Dus je hebt de theorie uitgelegd om die theorie wat concreter te maken, wat tastbaarder te maken, ga je voorbeeld tonen van hoe dat nu in de echte wereld eruit ziet en wat er daar gebeurt. En we noemen dit soort bronnen op het Archief voor Onderwijs contextbronnen. Dat wil zeggen dat je hebt wel wat context nodig om deze te kaderen. Het zijn geen filmpjes gemaakt voor het onderwijs, maar ze zijn wel ideaal om iets wat jij in je les verteld hebt, om dat te illustreren. Bijvoorbeeld dit fragment van TV Limburg Nieuws, waarin een heel concrete toepassing staat van de korte keten, om dat wat concreter te maken, wat tastbaarder te maken, die theorie. Volgende bouwsteen die we uitkozen is laat leerstof actief verwerken. Misschien weet je dat wel als leerkracht. Het moment waarop je een filmpje toont in de les, is het moment voor leerlingen om... De verleiding is dan groot om achterover te leunen en even pauze te nemen tot het filmpje gedaan is en het licht weer aangaat. En wij zijn gaan kijken in onze didactische tips naar een aantal manieren om leerlingen toch actief te betrekken bij die leerstof en bij dat filmpje. Een heel activerende werkvorm is deze, jigsaw groepswerk, waar leerlingen eerst in homogene groepjes zitten en je ze daarna in expertgroepjes gaat verdelen voor het vervolg. Of omgekeerd zou ook kunnen. En dat kan je bijvoorbeeld doen met de collecties op het Archief voor Onderwijs. Ik haalde het daar net al eventjes aan. Het zijn veel kant-en-klare collecties. Dat wil zeggen verzamelingen van filmpjes en fragmenten over een bepaald onderwerp die samengezet zijn met begeleidende tekstjes en begeleidende context erbij. Je ziet hier een heel aantal collecties, en er zijn er nog een pak meer, rond de literaire kanon.
die bevatten elke keer meer dan 20 items. Uiteraard kan je niet alle leerlingen al die collecties laten bekijken. Wat je wel zou kunnen doen, is in zo'n jigsaw-groepswerk een aantal leerlingen de collectie over van de Vos Reinaarden en daar notities bij laten nemen, een aantal over Karel en de Elegast en zo verder. En hen daarna in groepjes samen te zetten en een kort aan de klasgenoten laten vertellen wat ze opgevangen hebben en wat ze weten. Er staan ook best wel wat programmareeksen en items op het Archief voor Onderwijs die heel geschikt zijn om klasdiscussies aan te gaan, om te gaan kijken wat zijn feiten, wat zijn meningen, hoe sta jij daar tegenover en zo verder. Samenvatten is uiteraard ook een manier om leerlingen heel actief te laten luisteren naar een fragment. We maken dit mogelijk doordat als je een opdracht maakt met het Archief voor Onderwijs voor je leerlingen, dat je kan kiezen tussen langs de ene kant ofwel de beschrijving erbij, maar je kan ook enkel het fragment tonen. Hè. Dus de beschrijving is vaak al een samenvatting, dat maakt het voor leerlingen nogal gemakkelijk om de samenvatting te maken. Maar als je de beschrijving weglaat, dan heb je dat probleem niet meer. Kan leerlingen ook leren noteren met de Cornell-methode, een populaire methode om te noteren, vooral omdat je dan ook een retrieval practice kan doen en één deeltje kan afdekken en zo terug eventjes opfrissen wat je genoteerd had. Achterhaal of de hele klas het begrepen heeft. Ook een belangrijke. De verleiding is misschien groot om een fragmentje te laten zien en ik dan meteen vanuitgaan dat iedereen wel mee is, want het is duidelijk uitgelegd geweest. Je kent het wel, je stelt een vraag over het filmpje, één ijverige leerling steekt zijn of haar hand op, die geeft het antwoord en je denkt, oké, check, dat komt wel goed hier. Maar dat is niet noodzakelijkerwijs het geval. Hè. Eigenlijk weet je dan nog niets, behalve dat die ene leerling goed opgelet heeft. Hoe kan je het dan wel doen? Bijvoorbeeld, dit is een opdracht over de onafhankelijkheid van Congo. Zou je kunnen afsluiten met een exit-ticket? En dat kan gemakkelijk ook digitaal. Er zijn heel veel digitale tools waarmee je heel snel een aantal vraagjes kan stellen. En dan heb je onmiddellijk alle resultaten van alle leerlingen en weet je of iedereen mee is. De 60 seconden post-it is nog een fijne. Stel dat je het fragmentje hebt laten luisteren uit Nieuwe Feiten van de meest milieuvriendelijke jeans ter wereld. Je hebt dat de vorige les gedaan en begin van deze les wil je uiteraard met dat onderwerp gewoon verder gaan. Zinvol om op 1 minuut tijd leerlingen alles wat ze nog weten van dat fragmentje kort op een post-it te laten schrijven. Je laat ze het allemaal op het raam plakken. Als je nog veel weet, hang je het hoog. Als je niet veel meer weet, dan hang je het laag. En zo een beetje eigenlijk in 1 oogopslag of je dat nog even moet opfrissen of niet. Ondersteunen bij moeilijke opdrachten. Niet zo evident bij kijk- en luistervaardigheid. En dikwijls gaan zowel leerkrachten als leerlingen er ook wel van uit dat het niet nodig is. In het Engels noemen we die ondersteuning scaffolding. En vind ik wel een mooie vergelijking, omdat het gaat om stellingen. Dus je biedt leerlingen extra hulp en extra ondersteuning aan om toch te geraken waar ze moeten geraken. En het fijne aan de metafoor van de stellingen is dat het ook dat het gaat om een tijdelijke constructie. Het is de bedoeling om dat ook stukje bij stukje weg te nemen als de leerling daar klaar voor is. Aantal manieren om aan om leerlingen die minder sterk zijn in kijk- en luistervaardigheid, is bijvoorbeeld pre-teaching. En dan gaat het in dit geval vooral over voorkennis. Hè. Voorkennis speelt een heel belangrijke rol bij kijk- en luistervaardigheid. Net zoals we meer en meer merken dat bij leesvaardigheid die voorkennis echt wel een grote rol speelt. Dit fragment gaat over politiegeweld in de Verenigde Staten. En nu kan het goed zijn dat je een aantal leerlingen hebt die met dat thema al heel veel bezig geweest zijn, die de actualiteit daarover ook gevolgd hebben. Maar je kan ook zijn dat je een groep leerlingen hebt die daar helemaal nog niet veel over weten. En met die kleine groep kan je dan eventueel aan pre-teaching doen. Je kan ook leerlingen gebruik laten maken van een luisterkader. Dus leerlingen die er niet in slagen om zelfstandig al notities te nemen bij een fragment, bijvoorbeeld dit fragment uit Karawiet,
Zou je een schemaatje kunnen meegeven en zij kunnen dat dan gebruiken om notities te nemen. Natuurlijk is het niet de bedoeling dat in een derde graad dat leerlingen nog op deze manier notitie nemen. De bedoeling is wel degelijk dat je dat leert af. Dat het dat ook op weg zet naar zelfstandigheid. Hè. Door een aantal keer met dit soort schema te werken, leer je ook wel van ja, hoe zit die structuur en die topische vragen. Wat is er gebeurd? Wie? Wat deed ze? Wat denkt zij? Waarom? En welke reacties? En zo verder. Hè. Dat ze die ook zelf kunnen gebruiken in zelfstandig notities nemen. De laatste bouwsteen die ik met jullie wil bespreken is leer leerlingen effectief leren. Dat gaat dan over de over metacognitie, hè, denken over je eigen denken. En ook daar, geloof het of niet, kan het archief voor onderwijs je helpen om leerlingen daarmee aan de slag te zetten. Luistervaardigheid is over het algemeen... Ja, leerden leerlingen daar wel eens aan chronische zelfoverschatting. En ook van leerkrachten uit maken wel eens die fout van God is Nederlands. Dat verstaan ze wel. Maar toch mag je, zeker bij moeilijkere fragmenten of formats waar ze niet gewend zijn om daarnaar te luisteren, bijvoorbeeld een debat, is dat toch niet altijd evident voor leerlingen om dat helemaal te verstaan. We geven dus ook een aantal tips op onze website. Op voorhand, voor je begint, eventjes stilstaan, eventjes nadenken van waarover zal het gaan, voorspellend luisteren. Wat is je luisterdoel en wat ga je ermee moeten doen achteraf? Kan je dat koppelen aan eigen voorkennis en eigen ervaring? En wordt het wat moeilijker, concentreer je dan harder eerder dan te denken je aandacht te laten verslappen en af te haken. Wil je zelf aan de slag gaan op het archief voor onderwijs? Denk je van, ik wil ook op deze manier met die wijze lessen en met dat audiovisueel materiaal mijn lessen versterken en ondersteunen. Surf dan naar onderwijs.hetarchief.be. Maak een gratis account aan als je dat nog niet gedaan zou hebben. Dat kan met je lerarenkaart of stamboeknummer. Dan kan je zelf ook opdrachten aanmaken voor jouw leerlingen secundair onderwijs. Of als je in het lager onderwijs werkt, zelf dat audiovisueel materiaal gebruiken in de klas. Heb je extra hulp nodig? Geen nood. Je vindt op onze website onder het tabblad Help ook heel wat hulpfilmpjes en veelgestelde vragen, antwoord op veelgestelde vragen. Vind je ook van hoe je zelf materiaal is. Als je zelf een filmpje wilt gebruiken tijdens je les, maar het staat nog niet op ons platform, daar staat ook uitgelegd hoe je dat dan kan aanvragen. En bovendien bieden wij een heel aantal gratis vormingen aan. Er zijn live workshops die wij organiseren. Er zijn online vormingen die we organiseren. En bovendien kan je ook gratis en voor niets een van onze gedetacheerde leerkrachten over de vloer laten komen bij jou op school voor een workshop op aanvraag. Dat kan een thematische workshop zijn rond voor een bepaald vak bijvoorbeeld. Maar ook een knoppenworkshop waarin dat er echt wordt uitgelegd hoe je het platform kan gebruiken, hoe je leerlingen toegang kan geven en hoe je zelf collecties kan maken. Bedankt voor het luisteren in ieder geval en wij zien je hopelijk terug op het Archief voor Onderwijs.